Nog veel op stapel staan wat dat betreft. We hebben een viertal grote projecten binnen de KVB. Ik heb net al een speerpunt genoemd met de dames. Maar uiteindelijk, we willen er nog toch naar streven. Ondanks dat er vanochtend hele andere berichten in de Telegraaf stonden ten aanzien van georganiseerde sport, teamsport, dat het allemaal terug zal lopen. Maar er liggen plannen binnen de KVB om van 1,1 miljoen leden die we nu hebben, om in 2012 dat aantal te hebben op 1,4 miljoen leden. Ja, en dat zullen we met elkaar moeten doen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, en het is net ook al even gezegd, ook het WK dat is inmiddels van start gegaan. Maar dat het ook heel belangrijk is dat we daar goed presteren. Want uiteindelijk, de resultaten van het Nederlands team, dat is toch altijd nog de hoogste promotionele waarde voor onze leden aanwas. Afgelopen zondag hebben we kunnen genieten van een prachtige finale van Jong Oranje. Met als eindresultaat het Europees kampioenschap. En op zich is dat uniek voor deze leeftijdscategorie. Ik denk ook een hele mooie affiche voor het EK, wat volgend jaar in Nederland wordt georganiseerd. In wezen dezelfde groep die nu in Portugal heeft gespeeld. Alleen, ze zijn dan net zo oud, want het gaat voor spelers geboren na 1 januari 84. Dus die kunnen 23,5 jaar zijn volgend jaar. En wat nog veel belangrijker is voor Noord-Nederland, en ik wil het hier ook nog een keer zeggen, dat vooral alle ingrediënten die er maar in zitten, die krijgen we hier in het noorden. Het Nederlands team dat speelt in het noorden. 2 wedstrijden Heerenveen, 1 in Groningen. Daarbij de openingswedstrijd in Heerenveen, de finale in Groningen. En er moet natuurlijk net zo groot succes worden en net zo groot evenement als vorig jaar het WK in Noord-Nederland of in Nederland. Voorzitter, genoeg onderwerpen die de voetballerij altijd maar in beweging houden. Ik wil de felicitaties graag gepaard laten gaan met een cadeau. Ik zie hier nog geen vlag hangen van de KVB. Ik wil hem u graag overhandigen en ik hoop dat u een mooie plek krijgt op uw sportpark. Ik weet niet wat de voorzitter misschien even naar voren kan komen om de vlag in op weg te nemen. Vrijwilligers hier. En ik moet ook zeggen, in mijn hele periode als KVB-bestuurder, en dat is toch al vanaf 78, heb ik nog niet meegemaakt dat er een vereniging is die zoveel dienstjaren in het bestuur heeft als hier bij de voetbalvereniging aan de parochie. Zowel in het bestuur als in de commissiewezen. Ik heb het bij elkaar opgeteld en ik kwam tot 270 jaren. En ik heb het net ook al gehad over de rol van de vrijwilliger binnen het verenigingsleven. Nou, die rol die is gewoon van onschatbare waarde. Naast het feit dat u ook al mensen in uw vereniging hebt die momenteel al de hoogste onderscheiding van de KVB hebben, namelijk de Gouden Speld. Dat zijn de heren G.J. de Jong en A. Boma. Wil ik toch graag nog een aantal van die geweldige vrijwilligers met een heel groot zwart-wit clubhart in het zonnetje zetten. En als eerste wil ik graag naar voren hebben de heer J. Postumus. Ik ken u al langer, want u bent ook regioafgevaardigde namens deze regio. Maar u bekleedt al de bestuursfunctie en bent bestuurslid geweest van 1979 tot 2000. Secretaris van 91 tot 98. Westersecretaris van 86 tot 91. Jeugdcommissielid van 79 tot 86. Je hebt dan nog een aantal andere functies bekleed binnen de vereniging. De technische commissie. Ik heb net al gezegd, voorzitter van de jubileumcommissie. Regioafgevaardigde. Eigenlijk te veel om op te noemen. Zoveel functies. Maar u hebt net al een pleidooi gehouden op hoe een vrijwilliger zich op moet stellen. Ik denk dat wat dat betreft dat u het prototype ervan bent. En eigenlijk ook een voorbeeld voor heel veel mensen.
En voor deze zaken die u allemaal gedaan hebt, heeft het bestuur van de KNVB ook gemeen u te onderscheiden met de zilveren spat. Vanaf 98 bekleed u de secretarisfunctie. Daarvoor bent u al jeugdcommissielid geweest. Dus ook een hele verdienstelijke tijd al gehad voor Sint-Anne-parochie. Gedurende 13 jaar actief. En ook voor u geldt hetzelfde. We willen u ook graag onderscheiden met de zilveren spat. Maar ik noem in dit geval J.K. de Groot. Vanaf 1988 tot 2000, jeugdsecretaris, ook een zware functie in deze, van 88 tot 98, jeugdleider vanaf 86, nou, ledenadministratie jeugd vanaf 1989, daarbij kwam later nog een keer de ledenadministratie van de senioren, redactielid, medeschrijver van het jubileumboek, al met al ook een geweldige staat van dienst, en we willen die ook onderscheiden met de zilveren spat. Zeven koren.
deze lijst zie, die is haast te lang om op te lezen met alle functies die, die erin staan. Maar in ieder geval, u bent al jeugdtrainer vanaf 1984, dus dat is 22 jaar. Jeugdcommissielid van 88 tot 91. Bestuurslid bent u geweest gedurende 5 jaren, van 1998 tot 2003. Diverse functies nog op ander voetbalgebied. Lid van de asfaltzaalvoetbalcommissie. Activiteitenorganisator, redactie van het clubblad. Maar niet alleen binnen de KNVB of binnen de vereniging, maar ook bij de KNVB heb je activiteiten gedaan. Onder andere jeugdtrainer van de KNVB Afdeling Friesland. Dat moet er al voor 96 geweest zijn. Coördinator schoolvoetbal voor basisscholen, Het Beeld. Commissielid geweest, voetbalontwikkeling binnen de Friese Voetbalbond. Docent ten aanzien van kadercursussen en ook nog trainer coach in het Jeugdplan Nederland. Nou, het is ook een gigantische waslijst waar hier allemaal staat. Heel verdienstelijk allemaal voor de voetballerij in volle omvang en volle breedte. En ik wil ook u graag onderscheiden met de zilveren speld voor al die verdiensten die u gedaan hebt. Die is net zo lang geweest, want u bent al bestuurslid vanaf 1985 tot op dit moment nog. En hebt steeds daarin vervuld, tenminste wat hier op papier staat, de functie van wedstrijdsecretaris. Nou, dat is niet de meest simpele binnen een bestuur. Dus ja, je moet altijd maar weer klaar zijn, klaarstaan om zaken te ontvangen, maar ook om zaken te regelen. Het is een heel belangrijke spil binnen het hele wedstrijdgebeuren van de vereniging. En dit willen we graag honoreren door op u te onderscheiden met de zilveren speld. Dames en heren, want ik wil nu graag de heer G. Minnema. Jeugdcommissielid, 86, ook tot 98, 12 jaar lang. Daarnaast nog hele belangrijke zaken, terreinverzorger. Want als die er niet zo zijn, dan kan er niet gevoetbald worden. Ik ben officieel clubscheidsrechter, ook al gedurende een lange periode vanaf 95. En eveneens ook lid van de asfaltzaalvoetbalcommissie. En dat is vanaf 90 ook tot heden. Dus ook diverse functies die heel belangrijk zijn voor de voetballerij in zijn volle omvang. En wij mogen mee u te onderscheiden met de zilveren speld voor alle verdiensten die u gedaan hebt.
heet nu de heer De Jager. J. De Jager. Een beetje moeilijk op het ogenblik, maar het wordt wel weer anders. Okay. Ik ben bestuurslid geweest binnen de vereniging vanaf 84 tot en met 97. Dat is gedurende 13 jaar. Maar daarnaast leider van de eerste selectie zaterdagvoetbal. Nou, we hebben vanavond gehoord en ik heb erop gelezen. Die is opgeheven. U hebt dit gedaan al vanaf moment die 183. Dus ik denk ook dat u op dat moment ook steeds het vertegenwoordiger was van het zaalvoetbal binnen het bestuur. Er komt weer nieuw leven in zaalvoetbal, is er al gezegd vanavond. Ik hoop ook dat het een lang leven beschoren is. Maar in ieder geval, voor alles wat u gedaan hebt voor het voetbal, voor de voetbalvereniging Sint Anna Parochie, heeft ook de bestuurgemeente u te onderscheiden met de zilveren spel. Nu de heer P.J. Keizer. Ook al iemand die al heel lang gefunctioneerd heeft binnen de vereniging. U bent jeugdmislid geweest vanaf 1986. Dat is ook alweer 20 jaar geleden. Een groot aantal jaren jeugdvoorzitter. Voorzitter van de zaalvoetbalcommissie Rayon Noordwest-Friesland. Vanaf 89 tot heden. Dus dat doet hij ook al gedurende 17 jaar. En daarnaast, en dat is ook heel belangrijk, voorzitter van de Klaverjassencompetitie. Maar dat is vooral weer goed. En dat is vooral weer goed. En dat vergeten we vaak. Maar voor de binding binnen de vereniging zijn dat hele belangrijke zaken. En daar moet ook mensen voor hebben die dat willen en kunnen organiseren. Daarnaast ben ik nog clubscheidsrechter vanaf 1981. Dat is ook al gedurende 25 jaar. Nou, tel je dat zo bij elkaar op. Dat is praktisch een mensenleven lang. Zolang je al functies gedaan hebt binnen de vereniging. En we vinden dat heel belangrijk. En ik wil u ook graag onderscheiden met de zilveren spel. Bij de laatste, en dat is de heer B. de Vries. Heer de Vries, u hebt een heel belangrijke functie binnen de vereniging gehad. U bent gedurende 21 jaar voorzitter geweest. Vanaf 1984 tot 2005. Je hebt gedacht, ik wil al die rondstomp en alle gedoe om die hele jubileum, dat wil ik in ieder geval niet als voorzitter meemaken. Lekker in de zaal, gewoon lekker meedoen. Maar in ieder geval, je hebt een hele lange periode dus het voorzitterschap bekleed. Een heel lange, belangrijke positie binnen de vereniging. U bent op dit moment een lid van de sponsorgroep. Maar u maakt ook nog wel deel uit van de jubileumcommissie van het 75-jarig jubileum. En ja, dat is een hele periode met hele grote verdiensten. En die willen we graag honoreren met een gouden spel.
dames en heren, het heeft misschien wat lang geduurd, maar ja, het was ook een hele rits mensen die op deze wijze dus, ja, toch, die zich enorm verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, om die op deze wijze te onderscheiden. In ieder geval, ik wens de voetbalvereniging Sint-Anne-Parochie nog heel veel succes in de toekomst, zowel sportief als ook organisatorisch. Bedankt. Van, je doet het dus niet voor, hè? Ik bedoel maar van, je gaat niet een vrijwilligerswerk beginnen om te denken van, oh, ik heb het nog langer geloond, dan krijg je een zilveren spel, of misschien wel een gouden spel, en dan is een scoortje kort. Nee, ze werken natuurlijk niet. Dat ben gewoon mensen en die willen wel van ik mij, want ik heb een voordeel, staan die toch. Ik denk dat wij doen. Die hebben het hartstikke verdiend. Die hebben enorm veel jaren voor de voetbalvereniging gezet. Dankzij die mensen kunnen hier voetbal worden. Dus collega's, speldragers, gefeliciteerd. Dan wil ik nog even over die vlagen van jullie hebben. Van, wij dachten nog over, wij hangen die vlagen in een goede volgorde, heel belangrijk iets. Want er zijn drie masten. Die begint met de Bilse vlaag. Dan komt er een KNVB-vlaag, hangt naast de Bilse vlaag. En op de gepaste afstand de Friese vlaag, want we zijn toch wel wat Bilders. Dus we zouden moeten hier nog afstand wezen. Bedankt voor jouw goede woorden. Het is hartstikke mooi, je hebt het vanmorgen ook met, dat je zo voorspeld met hebben. Rin Westra. Is die er al? Dan geef ik nou Rin Westra, die is voorzitter van de Stichting de Waaier. Voor de mensen die het niet weten, de Stichting de Waaier. Ja, de wordt dus eigenaar van dit complex, in ieder geval die kant, de kantine met voetbal en het voetbalveld bij en de rest is de gemeentevelden. Dat is een belangrijke speler in de sport en de dorp. Rin, daardoor. En dat waarin de gemeente in de Malken, toen moest ik debuteren tegen de Friese Milieuraad en dat heb ik niet door mijn buikast. Ik hoop niet dat dat vanavond zo mag. Dat zal wel mooi zijn. Ik was in jaren 8, 9, toen mocht ik voor het eerst naar